We hebben momenteel al op een gegeven moment. Weg wegwezen! Het centrum van Arnhem was zaterdagmiddag het toneel van twee demonstraties. De rechtse Nederlandse Volksunie hield een manifestatie op het Jansplein. Op het Willemsplein was een tegenactie aan de gang door linkse demonstranten. Zij waren zelfs al eerder aanwezig dan de NVU. Jullie zijn een uur eerder gekomen dan de NVU. Ja, dat klopt. Wij willen iedereen bij elkaar hebben. Dus dat is ook vooral voor de veiligheid. Maar ook vooral om alvast van tevoren te laten zien van hey, wij komen met een hele grote opkomst. Dat ze al vanaf het begin weten van ja, wat ons betreft zijn jullie hier niet welkom. Jullie boodschap tenminste. Waarom sta je hier vandaag? Voor homorechten. Echt verrassend genoeg. Zijn er nog steeds mensen die denken dat we zeg maar niet echt moeten bestaan is ook heel raar. Dus dan moeten we een beetje laten zien dat wij ook toevallig mensen zijn. Ja. Maar jullie staan hier denk ik ook tegen de NVU toch? Absoluut. Nou goed, de NVU is volgens mij ook een politieke partij, maar ze doen niet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Dus je zou ook kunnen zeggen, nou ja, een klein groepje mensen, waarom zou je daar een tegenactie voor organiseren? Nou ja, het is vooral dat wij gewoon tegen fascisme en racisme zijn. Dus gewoon elke vorm die zich zodanig verschijnt in Arnhem, daar moeten we een tegenstand tegen bieden. En ook al zijn het maar 30 mensen wat ik heb vernomen, moeten wij altijd laten zien dat wij dan met meer zijn. Vlak voor de manifestatie van de NVU begon, kwamen twee sympathisanten de confrontatie opzoeken met de tegen demonstranten. We zijn hier jullie te verstoren, dat is vrij duidelijk, meneer. Gewoon opgekankerd, ook weg. Gewoon wegwezen. Wegwezen. Gewoon lekker wegwezen. Doe dit! Nu dit! Nooit meer fascisme! Doe dit! Na een paar minuten kwam de politie erbij en heeft de twee mannen naar de NVU-manifestatie geleid. Hoe heb je je net zo staande kunnen houden tegen al die demonstranten? Gewoon staan en gewoon niet laten wegjagen. Ja, totdat de politie in ieder geval kwam. Kwam het niet intimiderend over? Ja, als je rustig blijft, kan je alles rustig blijven doen en dan gebeurt niks. Want dat is jouw standpunt en standpunt moet je ook blijven staan. Anders heb je geen standpunt. Ja, kijk, ik was tegen de Antifa en ik ben niet voor NVU hier gekomen. Want ik was echt puur alleen maar voor Antifa. Er zijn allerlei aantijgingen tegen je gedaan. Je werd uitgemaakt voor nazi. Heb je nou zoiets, ik ga aangifte doen? Ja, ik kan wel aangifte doen, maar dan gaan ze toch niks meer doen. Want hun worden toch allemaal vrijgesproken, want ze zijn allemaal werkloos. Want ze hebben geen werk en wat dan ook. Ze doen helemaal niks. En ik ben zelf grondwerker en hun doen maar wat ze willen. Ja, flikker toch op, man. Om 2 uur was het dan zover. De NVU hield een betoog. Wij van de Nederlandse Volksunie staan vandaag hier met onze manifestatie. Grenzen dicht, opvang in eigen regio en stop de wokpropaganda. Maar na enkele minuten werd dat alweer verstoord. We hebben momenteel al op een gegeven moment. Ja, waarom staat de Nederlandse Volksunie hier vandaag? Nou, we hebben 22 november verkiezingen en we willen de mensen oproepen om wijs te gaan stemmen, dus rechts te gaan stemmen, want de problemen in ons land worden alsmaar groter. Maar jullie zijn zelf toch ook een politieke partij? Ja, wij doen meestal mee met de gemeenteraadsverkiezingen en we hebben natuurlijk ermee te maken dat de PVV en de FVD die nemen de standpunten van de Nederlandse Volksunie over, dat mag ook. En ik vind dat het een goede optie is om gewoon rechts te gaan stemmen als de NVU niet meedoet. Dus wij zeggen ook, nou, wil je rechts stemmen, stem op de FVD of op de PVV. Ja, en nou staan jullie met ongeveer 10, 15 man hier. Het viel eigenlijk wel mee hoeveel mensen stonden te kijken. Voor ja, wie stonden jullie hier eigenlijk? Voor jullie, voor de mensen die wel kijken en voor de mensen die wel snappen waar het om gaat. Wij zijn ongeveer Asterix en Obelix tegen de Galliërs. Wij zijn dappere strijders, hebben we meegenomen, die staan hier wel. En die honderdduizenden bange Nederlanders die dat niet durven doen, die zitten thuis te bibberen achter een Facebook of achter een internet en verzinnen smoesen waarom ze vandaag niet zijn. Deze mannen en vrouwen zijn er wel. Zijn helden? Tuurlijk zijn dat helden. En wat vindt u van de tegendemonstranten? Want daar staan ook een hoop mensen aan de andere kant.
Ja, dat is ongeveer hetzelfde wat je vraagt als ik poep onder mijn schoenen heb. En wat is dan uw antwoord? Dat interesseert me niks. Winkelens publiek leek zich maar weinig van de demonstraties aan te trekken. Op een paar kleine incidenten na zijn de twee protestacties verder rustig verlopen.